Yo, what up guys? Welkom bij een gloednieuwe aflevering op mijn kanaal van Ghost Recon Breakpoint. Aflevering 8 inmiddels. Ik ga eventjes praten met deze guy die hier in ieder geval nu niet staat, maar straks wel. Dat moet allemaal nog een beetje inpoppen, I guess. Ja, yeah, daar is hij. Hallo. Alles is ingepopt. Want het is natuurlijk een server die altijd online is, dus... Als je aankomt, moeten bepaalde dingen altijd nog inspannen. Deze aflevering, aflevering 8... Omdat ik een helikopter nodig had, ging ik eventjes naar de grot Erewhon en ik wil sowieso met hem praten. Dus dat gaan we meteen eventjes doen. Twee vliegen in één klap. Shulls, moment of your time. Think you've earned that by now? What's on your mind? You remember the key I found while searching for your friend? Well, it had the radiation trifoil on it. Looked old, pre-scale. This was out by the Cold War bunker? Yeah. Now that I'm really thinking about it, there were whispers of a nuclear test site out there. It was a few decades back, but I never saw any evidence of it, so I didn't pay it much attention. Testing? Here. That wasn't in my briefing. Officially, it never happened. There was a lot more weird stuff going on down here than most people realize. But if your curiosity is piqued, I'd go look around Howard Port. Harbor is deep there and the place is old. That's where the shipments would have come in. Zo vet weer. Die sidequests zijn erg nice. En ik ben er nu pas achter aan het komen dat deze game zich focust op een thema en een stijl wat ik vroeger al heel erg interessant vond. De Koude Oorlog. Al die overblijfselen van de Koude Oorlog. Al die dingen die hier überhaupt... te vinden zijn, hoe mooi de natuur is en dan ook nog eens bunkers van de Koude Oorlog. Ik vind dat echt ontzettend tof. Want de Koude Oorlog heeft mij altijd al heel erg geïnteresseerd. Het is een hele vreemde oorlog namelijk. Waarin er eigenlijk officieel nooit wat is gebeurd en er niet echt conflicten zijn geweest die zo groot zijn dat je het een oorlog kan noemen. Maar het werd niet voor niets de Koude Oorlog genoemd. Er werd onderling en in het geheim zoveel freaky shit gedaan. Door de Russen en de Amerikanen. De wereld had kapot genuked kunnen zijn door al die gebeurtenissen. En dat is iets wat me altijd al heel erg heeft gefascineerd, zeg maar. De Koude Oorlog, dat stijltje. En nou is dit hele eiland, zo mooi als deze game, helemaal een beetje in dat thema. Ik vind dat echt vet. In ieder geval de overblijfselen daarvan. Ik ga in ieder geval naar... Daar heb je de story mission. En daar heb je die side quest. En ik ga daar zo snel mogelijk op af. Wow, hieronder is een lichtsignaal. Ben ik nou beschoten of wat? Want er komt zelfs rook uit mijn heli nu. Ik heb geen idee wat hier gebeurde. Ik ben in ieder geval al heel erg in de buurt, dus ik kan hier gewoon mijn gang gaan en ben al meteen in de buurt bij de sidequest. En daarbinnen zijn ook inlichtingen. Top, een nieuw snelreispunt op die hoogte. In zo'n nieuw gebied is altijd fijn. Oké, gelukkig is hier een auto. Wat is daarboven dan?
Alright, die drones neerschieten heb altijd best wel veel zin hoor, want je haalt de elektronica uit en zo. Wat? Zelfs guns? Kijk nou hoe groot en mooi deze game is. In ieder geval, ik ga eventjes deze auto pakken. Waar rijden we heen? Ik wil daarheen, maar is daar wel een weg naartoe? Volgens mij niet, hè? Oké, verder dan dit ga ik niet komen met die auto. Kijk nou hoe mooi dit is. Ik kan daar vervolgens ook gewoon weer een auto pakken, gelukkig. Dit is dus een boerderij helemaal tegen een berg aan. Goeiedag, dames en heren. Are you chief? Who wants? Name's Nomad. A couple of your friends said you were looking to investigate all of the drone activity around the mountain. Sure am. I'm fed up and I can't stand it no more. The drones came in slowly at first, but now there are flocks of them. I can't have my friends being put in danger like that. Heaven forbid they get killed or whatever. So, you were putting together a posse to investigate. I was going to, but it looks like you're far better equipped to deal with drones than I am. Hell, you might even be able to figure out what the deal is with that infernal siren sound. I suppose I could take a look. Anything else I should know before I go? Yeah. I ain't the first one who thought about heading up there. A few homesteaders have already wandered off that way. If you see them, just make sure they're safe and such. Sure. Now just point me in the direction of that mountain. Oh, sure thing. It's just west of here. Basically, keep going until you see Fortune Lake cascading down into the valley. Got it. Thank you. Oké, het is in het westen van de provincie New Agrol of zo. Het is daar in ieder geval. Wel cool stijltje hoor. Onderzoek het geluid, bereik de bron van het geluid. We hebben hier ook nog een kist ergens. Oh, die is daar boven, hè? Helemaal een lege boerderij met één kist. Dus uiteindelijk kan je gewoon steeds weer een nieuwe item, zeg maar, vrijspelen met die inlichtingen. Ik zal mezelf sowieso eventjes upgraden. Hoe ziet dit eruit? Oh, op zich wel nice. Ze kan het hoedje weg. Gaan we in ieder geval weer in levels, gaan we omhoog, hè, als we zo doorgaan. Deze is 44 in plaats van...
Oh, ik krijg XP-bonus van die blauwe handschoenen. En ik laat lekker die blauwe handschoenen aan, hè, jongens. Ik heb nieuwe schoenen. Drone-ontwijking. XP-bonus. Maar die van 37 hebben ook een XP-bonus van 5%. Dus ja, ik hou die andere dingen wel gewoon aan. Het is minder dan wat ik heb. Stoner? Wat? Kut, die had ik moeten houden. Schade aan drones. Ik kan altijd daar naartoe switchen. Ik ga hem wel even upgraden. Ik kan altijd daar naartoe switchen naar dit wapen. Specifiek al om straks die drones te slopen. Deze heeft een hele grote XP bonus, maar boeien. Nice. Ik ben trouwens techniekpunten ben ik aan het sparen. Waarom? Omdat ik een derde perk wil vrijspelen. Het is wel nice om gewoon een keer door de game heen te rijden, man. Weer nieuwe inlichting en ik hoor nu inderdaad in de achtergrond volgens mij het geluid al. Dat zit vol. Dat is gewoon een pingpongtafel, chill. Plus 7. Dat is wel beter, man. Toch al een blauwe broek. Of een groene broek bedoel ik. Dus kan ik beter naar die switchen. Plus 4 stealth. Zo raar dat ik af en toe... Ik snap er helemaal niks van. Af en toe heb ik dat verband nog. En af en toe niet, dan is het weg. Ik ben benieuwd wanneer die verwondingen weggaan. Ik vind het verband echt lelijk, man. Dit is toch best wel raar. Een succubus is het. Een behendige drone die de wolves traint. Met drones om samen te vechten, oké. Okay. Laat ik eventjes van wapen switchen. Naar die stoner.
dingen zijn eng, man. Alright. Die had ik niet zien aankomen. Ik had ze minder sterk verwacht en minder hysterisch. Holy shit. Oké, hier ligt nog wat. Ik had dat echt niet verwacht, man. Wat sterk, die dingen. Bloemetjes zo pakken. Yes, en hier was nog een bloemetje. En hier nog een bloemetje. Een hongerbloempje. En daar nog een bloempje. Wow. Kruidentuin. Ziek, man. Komen hun nou ook gewoon hier dat ding uit? Even kijken wat hier allemaal gebeurt, hoor. Dat is wel echt een grote freaking grot. Oh. En je ziet geen hand voor ogen. Ja, die gasten kwamen net dus gewoon naar buiten vanuit de grot. Dat had ik niet zien aankomen. Oké, lekker gun. De Stoner. Wat een vet wapen, hé. Dikke LMG die meer schade doet dan drones. Oké, lekkere gun. Groot magazijn ook. Kijk maar links onderin. Wat is dit? Kan ik dit niet slopen? Of er in ieder geval voor zorgen dat de grot geen elektriciteit meer heeft ofzo? Dat waren extra wolves. Jesus! Hey! We're under attack! Dat is de eerste die dood is. Niveautje 12, weer een techniekpunt. Ik zie echt helemaal niet waar ik naar kijk. Sterk wapen, man. En dit is een sidequest, hè. Ik ben ook voor het eerst echt daadwerkelijk wolves aan het killen. Document dat de routetests beschrijft.
Zo, wat een vaag geluid is dit, hé. Dit is wel echt cool, man. Had je maar een zaklamp of zoiets. Hoor die geluiden. Ik vind dit creepy, man. Boom. Ik weet niet of dat ding kan tegen gas. Het is zo donker dat ik niet echt zie waar ik ben, waar ik loop. Het zou zo de maan kunnen zijn, joh. Met die geluiden erbij. Klinkt zo episch en freaky. Moet je het per se hacken? Kun je het niet gewoon slopen, man? De tweede antenne is onklaargemaakt. Praat met Chef. Chef? Sukkel. Alright, ik ben eventjes weggefast-traveled. Moet daar naartoe uiteindelijk. Kan ik hier in de buurt een voertuig pakken? Ik zie wel een motor staan, dan hoef ik namelijk niet het bivak op te zetten. Top. Dan even die motor pakken, dan gaan we met de motor naar die boerderij om daar deze sidequest in te leveren. En die gun die ik vast heb, die stoner of whatever. Wat zie ik hier? Zie ik hier... vuurvliegjes? Of zie ik weer iets anders geks? Want ik vertrouw deze hele wereld niet namelijk. Aurora. Ik denk dat het vuurvliegjes zijn. Nee, we gaan eventjes terug naar die boerderij dan en dan kunnen we de missie inleveren. De roep van de sirene. Wat ik overigens wel echt een hele vette sidequest vond. Sam, dude, are you okay? Not really. All this recent drone activity leaves me a little unsteady. Can you leave me alone already? Can you help me find this place? You can't go wrong trying this one place I know. Thanks a million. Schijn ook met die lamp precies in hun gezicht. Maar die motor is echt niet vooruit te branden, joh.
I hope it's a little quieter around here. Sure as hell is. I can finally hear myself think for once. What was the deal? Somebody set up a drone training exercise right in your backyard, complete with a maze and everything. Somehow, the antenna and receiver running the system got damaged. It let out a high-pitched frequency that summoned all the drones to it. Now I took care of the problem, so you should feel a whole lot safer now. We sure do. Thank you for everything, Nomad. Wat, ik heb de missie voltooid, de roep van de sirene en een antenne vernietigd, maar toch komen de versterkingen of whatever. Ga weg, joh. Dan ga ik weg hier, zo. Oeps. Oei, oei. Mijn lampie is meteen stuk, though. Kijk hoe apart deze lichtval is. What? Zo, die lichtval is echt apart. Is het nou ochtend, middag, avond? Wat de hel is het, joh? Sapverwerkingscentrum, oké. En daar zijn dan zo ontzettend veel guards bij een sapverwerkingscentrum. Best ziek om zo door de game heen te rijden. Ik moet in ieder geval naar het hoofdkantoor van de Skell Foundation om in ieder geval progressie te maken voor de volgende verhaalmissie. Maar wat mij... Oh! Ouch. Maar wat mij opvalt is dat er ook ontzettend veel factiemissies in de game zijn. En ik heb daar nog geen één van gedaan. In Infinity, dat is dus deze provincie, is een hoofdmissie. Klaarblijkelijk, want daar is de story mission. Wat is Felix zei? Beloningen, paarse... Ik weet niet wat de beloning is. Het zal wel. Het lijkt op een paars parachute ding. Best episch. Nee, wat me ook opvalt is dat er ontzettend veel factiemissies zijn. En daar krijg je toch wel bepaalde beloningen voor. Ik heb nog geen enkele factiemissie tot op heden gedaan. En daarom ben ik er wel benieuwd naar. Het is alleen een beetje kloten. Want ik kan nergens naartoe fast travelen. En wat moet ik hier doen? Oh, dit gaat over de militaire blokkades. Weet je wat? We gaan wel eerst die doen. Maar dat je het in ieder geval weet dat ik het in dezezelfde area wel wil doen. En vaker wil laten zien. Want die factiemissies die hebben een timer. En omdat ze een timer hebben moet ik ze vaker doen voor mijn gevoel. Want ze kunnen aflopen en daarna mis ik ze simpelweg. Oké, guys, laat ik deze aflevering in ieder geval afsluiten met een motor richting die factiemissie. En dan kijken we daarna wel weer verder. Even zelfs oppakken.
Oh, dit is weer zo'n elektrische motor. Dat is ook apart. Kijk hoe snel die krengen gaan, joh. Dit is zo'n rare plek. Het is gewoon helemaal een soort stad met in het midden een watertje en een flatgebouw, heel apart. Oké, we zijn er bijna. Zie je, het is echt een grote stad met bruggen en grote gebouwen. Ik snap dat helemaal niet. Ik weet niet precies wat daar gebeurde, maar oké. Okay. Kleine spawn glitch. Alright, wat hebben we hier allemaal? Helemaal niks. Yo! What up? Ik kom een factiemissie doen. We surrender. Don't. I'm not with Sentinel. Mad Sent. Oh, thank God. You scared the shit out of me. This guy's scaring me enough as it is. Be rational? Sounds like a fancy way to say give up. You won't be helping anyone if you're full of bullets. I'll make it through. Fellas, what's the situation? Kyle wants to run the blockade, because apparently he's desperate for a closed casket funeral. My wife Layla needs this insulin, and she's not the only one. They'll die without it. I can get you through. You ready to go home? Mount up. Wat versterkingen opgeroepen? Wel gebeurt hier nou weer. Je moet het geschut van het voertuig gebruiken. Ja, lijkt me logisch. Ik ga eerst even die pakken. Alright, hun gaan rijden als het goed is. Ja. I gotta say, I'm glad you came along when you did. Blockade up ahead. We never made it past here. All right, keep your heads down. Gaan hun volgen? Waarom stappen ze uit? Wordt toch echt een super lelijke achtervolging. Damn, another one. It's okay. I'll handle it. Visuele detectie, ach, ga weg. Oh, komt er een. Achter ons aan. Oh. Banden kapot. Later. Oh, die physics zijn wel nice, man. Komen er nog meer? Worse
Are there supposed to be this many? Yeah, I bet you a mason jar of moonshine this is the last one. We're almost out of this. Waarom ontploft die auto niet? Oké, nou gaan we hierheen. Jezus, wat rijden jullie pussy. Rijd door. This is it. Here. I could kiss you for bringing us back safe. Really not necessary. Ik ga er maar snel uit, want ik zie daar rode dingen op de map. En die. Die wil ik eigenlijk niet, die rode dingen. Want straks lok ik ze naar deze huizen toe. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Wat gebeurt daar? Hebben ze allemaal hulp nodig? Ik ga kijken. In ieder geval, dit is wel het einde van de aflevering. Ik hoop dat jullie een beetje genieten van de serie tot op heden. Yo. Hello. No need to fear. Excuse me, I overheard you talking about the lanterns. You got any idea where they came from? Nothing more to say. I need to know how to find this place. Can you help? Yeah, if my memory serves me correctly, then I know where you can go for that. Thanks. Much obliged. Oké, ik heb blijkbaar een sidequest opgepakt van een random boer hier. Kijk er naar de volgende aflevering wel naar, of ik doe het buiten de opname, een van de twee. We kunnen natuurlijk niet alle sidequests in de game doen. Komt er nou gewoon zo dichtbij hier? Ja, er zijn gewoon enemies. Ik heb ze gewoon net aan kunnen redden. Beetje bizar. You're back. Where are you going with all that? Define you two idiots. What do you think? You were gonna go clear the roadblocks on your own. I was gonna do whatever it takes. I swear, you two are gonna put me in an early grave. Who's this tall drink of trouble? This is Nomad. He helped us get home. Thanks for getting them back. I don't know what I'd do without these boys. Or what you and your dad would do without this insulin. Have you thought about making the move to Air One? I've been on this land since my first breath. I don't walk so easy. I can respect that. But Mads thinks this is just the beginning. And those roadblocks, they weren't built to keep people out. They were built to keep people in. What does that mean? It means you should be prepared. For what? Prepared to decide if this homestead is worth your lives. Okay, dit was een eerste factiemissie die ik heb gecomplete. Met hoe langer ik het speel, zie ik wel steeds meer glitches hoor jongens. Er is ook nog geen enkele patch voor de game uitgekomen. Niet dat dat een logische verklaring is, maar... Bijvoorbeeld dat magazijn van die gun net. Hey, strijdtier bereikt. Zie je, bereikt tiers met factieondersteuningen. Dat moet je doen man, want dan krijg je uiteindelijk factiebeloningen. Plus, ze hebben ook nog een verhaal, dus ik vind het ook nog eens leuk om te doen. Dit moet ik sowieso dus gaan doen.
Maar ik zag bijvoorbeeld dat magazijn van het wapen, dat was opeens blauw, dus die textures waren niet geladen. En bijvoorbeeld elke keer als een cutscene start, dan vallen hun eerste zinnen, hun eerste woorden vallen weg. Dat moeten jullie ook gemerkt hebben. Dat soort dingen zijn dan gewoon natuurlijk heel erg irritant. Ik ga in ieder geval nu een volgende aflevering opnemen waar we én naar het hoofdkantoor van Skell zullen gaan. En ik ga nog wat factiemissies doen, want die strijdtieren die je bereikt, die zijn natuurlijk ontzettend interessant. Tot de volgende aflevering, guys. Later.